rustig, hè? Ik doe me denken aan de Tesselstraat. Het is wel anders ingedeeld, maar het is net zo rustig. Dus, hier achter hebben we een sportveld voor kinderen. En dat loopt door helemaal daar naartoe. Dan wordt het een speeltuin. En een chaudeboel voor de oudjes zit erop. Dus, en daarachter.